bereidt u dan die duiven voor op zulke grote wedstrijden als Barcelona? Hoe doet u dat? Dat is een voorbereiding van 2,5 maanden. Begin april worden ze op weduwschap getrokken, op 5 dagen broeden. Eieren worden weggenomen, de vinnen worden weggenomen. En dan starten we op Clermont, 2 maal Clermont. Dan gaan we naar Orléans-Châteauroux. Dan doen ze een Verzon-Argenton, 2 keer 500 kilometer is dat. En dan worden ze 3 weken op rust gelaten en voorbereid met de maaltijden voorgeschoten en ook de waters die ze nodig hebben. En vertrekken we op een goed gevoel naar Barcelona. Ja, dus die voorbereiding heeft ervoor gezorgd dat de Catalaan heeft kunnen winnen. Maar de Catalaan, geboren in 2020, is toch een uitzonderlijke duif in deze competitieve wereld van de duivensport. Ja, die komt uit ouders die een heel sterke afstamming hebben ook. Langs moederszijde van de Catalaan heb je Champ. Dat is een duif die gevlogen heeft in de Oostkantons bij Dieter Balman. En die vliegt ook een 7e nationaal en 10e nationaal. Dus dat is eigenlijk een nakomeling ervan. Langs vaderszijde komt hij uit de beste duiven uit Nederland, van Jan Polder. Frans Bungeneer heeft ook zijn aandeel daarin. Maar je mocht er misschien nog 20 uitkweken uit dat paar. Maar zo gaat er niet meer direct uitkomen. Dat wordt zeer moeilijk. Dus ja, natuurlijk, iedereen wil zo'n duif natuurlijk. Hè? Want u houdt wel hier... Hier in Edewallen 250 duiven. Onder de zorg van Freddy Simons. Hoe heeft deze samenwerking invloed gehad op het totaal succes? Ik denk dat een paar factoren zijn die meespelen. We hebben eerst en vooral toch moeten investeren eerst in duiven. En ik wist dat Freddy speelde nog onder de naam Bart Simons. Freddy heeft ook in het jaar 18 een eerste nationaal gewonnen met Bart Simons op Limoges. Die mensen dan hele goede duiven, superduiven ook. Maar voor de lange afstand, die duiven van Freddy waren top tot 850 kilometer. En op Barcelona heeft hij ook prijs gespeeld, maar daar is het wel heel moeilijk voor nationaal je neus aan het venster te steken. En we hebben zwaar geïnvesteerd en ik wist dat Freddy er zeker het uiterste kon uithalen. Hetgeen hij bewezen heeft met het afgelopen resultaat. Zeker weten. Ja, Freddy, hoe zorg je ervoor dat deze duiven in topconditie blijven? Wat is je routine, dagelijkse routine daarvoor? Ja, dat is al jaren dat ik dat doe. Ik ben als kind van 6 jaar begonnen aan duiven. Bij mijn grootouders die ook goed speelden. Ik ben nu al 62, dus dat wil wel zeggen dat de jaren erop zitten. Maar we blijven erbij houden dat je nu ook al moet werken met een veearts. Controle om de 14 dagen. In de laatste 2 maanden. Als je dat niet mee doet, kun je niet meer mee. Dus je moet in top en top gezond staan nu. Vroeger was dat anders, maar nu niet meer. Ja. Dus dat is investeren in de veearts. Dus een goede veearts doet wonderen? Zeker. We hebben de jonge veeartsen van Degutap, Poolpharma uit Roeselare, Izegem. Die mensen komen... Freddy, ik zeg hem juist, die komen om de week, eigenlijk 10 weken na elkaar op dinsdagmorgen. Om 8:30 is er controle van de reisduiven die de volgende week de zware vlucht moeten aanvallen. Dus we werken eigenlijk 10 weken voor de 6 internationale vluchten van het seizoen en spitsen op ons eigenlijk echt wat toe op die internationale vluchten. De zogenaamde fond, dus hoe train je die duiven dan voor de lange afstand? Die duiven komen niet eer buiten of in april, omdat het ook koude maanden zijn op februari, maart. In april komen ze 1 keer s'morgens om 7 uur naar buiten. En in mei is dat 2 maal, s'morgens en s'avonds. Die moeten een uur en een kwart trainen. En dan kun je ook al beginnen zien dat ze in conditie komen of niet. En het is altijd een moment in juli dat die duiven er staan. Maar dan moet je aan werken. Mogen ze een beetje tegen. Omdat ze kunnen geen 15 weekends presteren, dat gaat niet. Die moeten 900 en 1000 kilometer vliegen en 4 weekends, 5 weekends en daar zit het dan. Sla het tegen, zij er niet bij.